Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Hallo allemaal, welkom bij nieuwe weekvlog. Ik heb de hele ochtend op mijn... Eeuw, er zitten allemaal haren aan. Gadver. Op mijn laptop gewerkt. En lekker gedoucht en mijn sportkleren aangetrokken. Ik heb gisteren ook gesport, maar ja, dat was mijn derde keer van vorige week. Upper body. En nu is er een nieuwe week, dus nu moet ik weer lower body doen. Het is best wel lekker weer, dus ik wil daarna even bij Barista weer zo'n salade eten voor de lunch. In mijn eentje gewoon. Maar waarschijnlijk is het weer dan weg, heb ik het idee. Als ik klaar ben met sporten. Maar ja, en daarna ga ik even naar de Primark. Want mijn bonusdochter had echt iets geweldigs gekocht zelf. Toen ze met haar vader in de stad was. En dat was een hoodie. Nee, zo'n deken met mouwen en zo. Geweldig. Dus ik ga eventjes kijken. Oh, of ze die nog hebben. Ik zit even mijn haar soort van strak te doen voor het sporten. Vind ik lekker. En ja, dat. Een beetje traditie aan het worden nu hier lekker zitten na het sporten. Heerlijk. Zo lekker. Ik heb weer diezelfde simpele salade met pasta mayonaise. Maar ik heb er dit keer ook kip bij genomen. En een gepocheerd eitje. Zo lekker. Ik wil mijn koekje. Ja, nee, dat ga ik echt niet geven. Helemaal gek gaan worden. Oké, ze hebben deze. Het is iets minder fluffy dan die mijn bonus op twee heeft. Dus dit is een optie. Verder kijken. Ik vind blauw ook wel echt een leuke kleur. Het is wel wat saaier, maar ik vond die blauwe kleur die zij had echt super leuk staan. Blue. Oh my god. Kijk deze, maar dit is echt weer een veel dunner soefje. Oh, ze hebben echt veel pepers. Jeetje. Dit vind ik niks. Ik hou niet van panterprint meer. Dat ik een beetje denk aan Kelvin. Ja. Zij had zeg maar echt zo'n stof. Vond ik wel heel mooi. Wow. Oh, had zij er misschien zo in? Nou, ze heeft wel een goede uitgekozen. Ze heeft dus met Stitch. Ik zag inderdaad, oh mijn god, ze hebben echt veel. Wow. Kijk dit ook, wat hebben ze ineens allemaal. Wow. Ik ga niet meer zo vaak naar de Primark, want ik hem dus meer niet heel boeiend vind. Maar... Wow. Oh, wat leuk dit. Dit vind ik heel grappig. Wil? Duimpje omhoog voor deze shots, jongens. Ik heb het lang niet gedaan. Dus ja, het is allemaal wel lachen. Maar ik vind dit wel het meest Charlotte. Wat vinden jullie? Deze vind ik echt wel heel leuk. En deze kleur vind ik leuk, maar dit vind ik echt minder speciaal. Dit is gewoon echt wel een deken, weet je wel. Ik vind niet dat ik er twee mag kopen. Heel leuk dit. Not gonna buy it. Allemaal leuke schattige dingen. Dit is voor mijn iPhone. Ik vind deze echt grappig. Een beetje zoals die spiegels die je tegenwoordig overal ziet. Cute. Dat vind ik ook leuk. Oh. I can't handle this. Als je lang niet naar winkel bent geweest, is het ook echt zoveel leuker. Want dan ken je niks wat je ziet. Vroeger was ik hier helemaal los gegaan gewoon. Kijk, ze hebben deze nog wel. En deze met Stitch. Maar die is echt veel minder leuk dan die zij heeft. Maar dat is de laatste. Nee, die zij is echt heel leuk. Oh, deze hebben ze ook. Ik denk dat heel veel die ook heel leuk vinden. Oké, ik ben inmiddels weer thuis en klaar met bijles. En ik had dus 2 weken gegeven na haar had ik 2 weken niet gezien. Dat was heel leuk weer.
En ik ga even laten zien wat ik bij de Primark heb gekocht. Het is wel grappig, want ik wist niet dat ze geen grote plastic tassen meer hadden. Toen zei die vrouw dat ze dat al 10 maanden niet meer hebben. Toen zei ik, nou mooi, dat betekent dat ik heel lang niet ben geweest. Ik heb watjes. Deze twee telefoonhoesjes, want die vond ik wel echt heel hip en leuk. Waszakjes, die zijn ook super handig. En ze hebben toevallig ook hele leuke kleurtjes. Ik vind de scrubs nooit zo fijn tot nu toe. Omdat het hele cremige scrubs zijn die ook echt in je douche blijven plakken. Heel vies. Maar dit is gewoon een soort suikerscrub. En hij ruikt ook heel lekker. Met watermeloen. En die van Rituals is toch wel heel duur. En eigenlijk scrub ik het liefst altijd mijn benen en voeten. Omdat ik dat gewoon na het scheren. Wat ik echt onderdag doe. Maar ook omdat ik dat gewoon heel lekker vind. Voelen als een soort massage voor je benen en voeten. En dit vind ik ook wel leuk. Ik weet dat Rieke altijd van die... als we daar slapen zie ik altijd van dit soort dingen liggen. Om je make-up af te halen. Dat je dus geen watje... Ik heb ook watjes gekocht, maar oké. Niet over nagedacht. Dat je dus het uitspoelt en herbruikt. Veel milieuvriendelijker. En ze waren zo leuk. Pastelkleurtje. Ik dacht, dat ga ik ook even testen. En ik had even een sportshirtje gekocht. Nou, gewoon een shirt waar ik ook in kan sporten. Hij is een beetje wijd, maar... Hij is precies zeg maar op lengte. Niet kort en niet lang. En ik vond hem wel handig voor 6 euro. Ik heb heel veel laten liggen. Heel veel niet gekocht. Want ze hadden echt super veel leuke dingen. Deze heb ik ook nog meegenomen. Ik twijfelde een klein beetje, maar toen dacht ik, ja, dit is echt wel iets voor mij. Velvet roze met gouden bijtjes erop en een blauwe rand. Prachtig. En hij was 7 euro. En dan als laatst, dit make-up tasje. Ik wil heel lang een nieuw make-up tasje. Die van mij is heel vies. En ik vond het nog best duur voor 7 euro. Een paar make-ups niet meer wat het vroeger was. Maar het is wel heel pretty. Met een C erop. Leuk. En dan natuurlijk het belangrijkste gedeelte. Ik ben voor deze gegaan. Ik heb er één, hè? Hij is niet zo mooi als die van haar, hoor. Kijk maar. Niet zo mooi, grof, fluffy. Maar deze vond ik wel echt bij mij passen. Dus ik ga denk ik even lekker opfrissen na het sporten. En deze aantrekken. Heel schattig. Mijn bijlesmeisje vond hem ook echt te leuk. Haar lievelingskleur is paars, dus zij vond het helemaal fantastisch. Wel leuk, ik heb dus heel vaak zo'n doorzichtig hoesje nu, omdat ik het ook wel mooi vind dat je gewoon ziet dat je een gouden iPhone hebt. Maar dit is ook wel heel leuk. Mag ik misschien bij jou een schaar? Oh nee, laat maar. Lukt dan. Manifested baby met een spiegel. Ik denk dat hij wel heel snel lelijk wordt, maar ik vond hem echt zo cool. Primark gaat wel heel goed mee met wat hip is, vind ik hoor. Doen ze wel echt heel goed. Want wat ik zei, je ziet overal toch tegenwoordig dit soort kleuren. Nou, al heel lang. Maar ook van die spiegels, die 900 euro kosten of zo. Met zo'n roze rand eromheen, die zijn zo leuk. Daar doet dit me aan denken. Wel groot, denk ik. Ik vind het lekker aan zo'n hoesje dat je telefoon niet zo groot is. Maar dit valt nog wel mee. Het is wel heel leuk. Ja, hier word je wel vrolijk van. Dat vind ik wel tips. Dus, oké. Okay. Nou, haas aan het koken. Ik ga even een beetje opfrissen en dan gaan we zo lekker eten. Bye. Pushy. Gaat ze ineens random daarop zitten terwijl ze er bijna nooit op zit? Cute. Ik vind haar best wel raar. De ene keer dan ligt ze er nooit op en dan gaat ze weer lekker zo chillen. Ik wil het wasrek naar boven tekenen, dan gaat ze sowieso schrikken. Hi Poesie, ik ga even het wasrek pakken. Ja, jeetje, je kan ook wel een beetje overdrijven hoor. Dit is hem. Ik probeer het te laten zien, maar goed. Hij is wel heel lekker. Na al die jaren is het eindelijk tijd om dit, wat ik toen heb gekregen, maar een keer weg te gooien, want hij wordt niet meer schoon. En hij ziet er ook echt niet meer uit. Bye. Kijk hoe yummy nom dit eruit ziet. Oh, het is met koolrabi en kip en spinazie en parelgerst? Of zo? Oh, zo ziet het eruit. Yum. Hallo. Vandaag was ik echt shaggy. Of ben ik shaggy? Gisteren was ik echt vrolijk. In de avond zei ik ook tegen haar, wow, ik ben echt voor de eerste tijd echt gewoon niet moe. Extreem chill was ik of zo. Lekker zorgeloos. En toen kon ik dus niet slapen. Dus ik heb echt bijna niet geslapen vannacht. Dus nu ben ik vandaag dus weer moe.
chill. Hij ging ook even. Ik zeg, ga maar even apart liggen in de logeerkamer, want ik ga je de hele nacht wakker houden. Denk je misschien wel, ga jij niet apart liggen? Ja, dat is zijn oude matras op ons oude huis. Dus als we apart liggen, gaat hij altijd lekker daar liggen. Als ik weer eens niet kan slapen. Maar ja, dat is niet zo mooi. En toen keek ik dus in de koelkast. En toen was mijn havermelk op. Had ik kunnen weten. Toen dacht ik, oké, mijn lactosevrije melk dan maar. Die neem ik bijna nooit meer. Op het voorraadplankje pak ik hem. Ja, ik ben al weg, hè. Dan dacht ik altijd, heb je nog wat nodig? Een antwoord die 3 uur later. Open ik het, was het opengemaakt door iemand. Dus die heb ik weggegooid en dan weet ik hoe lang die daar al lag. En het huis, ik zit zo rondkijk, denk ik, nou, alles is een beetje toe om even goed grondig schoongemaakt te worden weer. We hadden dus een hulp, maar die is al een maand niet geweest. Die komt volgende week weer. Dat is toch een shaggy. Anyhow, het is nu, voordat ik zin had om de deur uit te gaan, is het 1 uur. Nu is het al bijna 1:30. Mijn bonusochtend komt over 1 uur. Ik moet ook nog werken. Dit koop ik dus steeds, maar ik vind 2,50 voor zo'n pakket echt dat je dat niet moet laten liggen. Alleen toevallig steeds als mijn bonusdochter is, koop ik dit. Het is al de 3e keer, dus zij gaat dit vanavond niet willen eten. Maar morgen is ze er ook. Want ze hebben het echt al 2 keer gegeten in 2 weken of zo. Dat zei alweer risotto. Ik heb het toch meegenomen, dat blijft op zich wel goed. En ik heb ook even geen vlees daar gekocht, dat ik ook geen zin in. Dus ik heb voor hun gewoon kaas. En ik dacht, ik haal voor bij het eten lekker kaasschnitzels. Dat vinden we allemaal lekker. Vlees, zoals jullie weten, haal ik voor hun heel vaak vlees. Maar nu dacht ik, nee, nou, ik doe nu de boodschappen en ik haal even lekker geen vlees voor vanavond. Dat vind ik wel prima. Schimmelkaasje, want we hebben nog pasta liggen. Dan kan ik nog een kaassaus maken deze week. Komkommer. Ik dacht, ik wist niet wat we vanavond gingen eten. Maar ik dacht misschien nog een stoepbroodje of zo. Ik heb gewoon wat random dingen gehad. Tomaatjes, kaneel was op. Kokeroom. De plantaardige was houdbaar tot 2 september. Dus heb ik niet meegenomen. Yoghurt voor haar. Brood voor hun. Ik eet dus nooit brood, behalve als je me op een terrasje ziet zitten. Of met een uitzondering, maar eigenlijk nooit. Melk voor haar. Van Boze. Ik moet weer eens een keer kwark gaan eten. En ik ging dus voor mijn favoriete havermelk en die was er niet. Dus ik heb nu deze meegenomen. En ook die met vanille. Ik dacht misschien wel heel lekker. Oh, en ik heb een watermeloen. Allereerst ga ik nu even mijn matcha maken, want... Ik wilde jullie trouwens nog even wat superleuke spullen laten zien die ik heb gekregen van Temu. En voor een betaalde samenwerking ook nog eens. Superleuk. En ik heb een paar hele leuke spulletjes uitgezocht. Allereerst, toen mijn bonusdochter hoorde dat ik daar dingen mocht uitzoeken, werd ze helemaal hyped. En vroeg ze of ze alsjeblieft ook wat mocht uitzoeken. Dus heeft ze uitgezocht. En toen binnenkwam was ze echt dolgelukkig. Namelijk, ik heb er nog nooit van gehoord, maar het is dus Cinnamon Roll. Het is een knuffel. Hij is zo ontzettend schattig en fluffy. En... ze is helemaal blij, want dit kan je dus niet makkelijk overal krijgen. En op die website dus wel zo schattig. Die is helemaal door het dolle. Ik vind hem ook echt heel cute, heel zacht. Die oortjes zijn ook gevuld en hele mooie, goede kwaliteit. Dus die is van haar. Ik heb dus sowieso een nieuwe matcha whisk alvast besteld. Een hele grote, want ik dacht, hoe chill als ik daar alvast eentje van op voorraad heb. Dat is daar ook wel goedkoper. En daarbij een hele mooie matcha bowl. Dat is een kit, een set. Dus ik ben zo benieuwd hier. Ik heb nu al een paar dagen in huis. Ik kan echt niet wachten. Er zit dus een schepje bij. Dit is volgens mij om je matcha eruit. Officieel moet je het hiermee eruit scheppen. Ik heb al zo'n ding, maar het was een set. Dus ik denk, nou, helemaal leuk. Een setje. En dus best wel groot. Maar dit is echt zo'n matcha whisk bowl. Dus hier kan ik mijn matcha in gaan maken. Heel benieuwd. Ik zit toch altijd een beetje te klooien dat het bakje net niet helemaal goed is. Ik had nog een beetje over. Dus ik had nog voor mijn bijlesmeisje deze panda besteld. Want ik had toch verteld dat ze van panda's houdt. En voor haar verjaardag, volgens mij deze volgende maand, had ik zo'n panda sneeuwbal. En dan vond ik dit gewoon heel cute voor erbij. Iets wat ik zo mooi en classy en met je oldschool brass, messing. Ik dacht, ik moet het hebben. Is namelijk van die maatcups. Laatst bij bijles werkte zij met van die cups. En toen dacht ik, dit is eigenlijk heel leuk. Gewoon in plaats van wegen. Vind ik dit heel tof om te gebruiken. Het ziet er echt super mooi uit. En dan heb ik allemaal verschillende maten. I love it. Je kan ook nog aan zo'n touw bijvoorbeeld ophangen. Dit zijn de grotere. En dan heb ik hier nog wat kleine. Dus ik heb 8 maten. En er staat dus op 5 milliliter of 1 tablespoon. 2,5 milliliter. Dus het is niet alleen tablespoons. Mega handig. Hier, 60 milliliter. Ideaal. Ik wil even kijken hoe ik dit leuk ga opbergen. Dus als jullie ideeën hebben, laat het eventjes alsjeblieft weten. Oh ja, ik heb nog iets om het budget wat ik had op te vullen. Namelijk tepelplakkers. Want deze schijnen super chill te zijn. Dit zijn dus van die bloemvormige. En in de zomer vind ik dit heel handig. Af en toe wil je gewoon echt geen BH. Maar je wil ook niet dat een nippel in beeld is. Dus deze. En heel leuk. In een super mooi chic zakje heb ik dus
rose gold RVS rietjes. Very pretty. Met zo'n rietjes schoonmaker er ook bij. Ook nog deze hele mooie set uitgezocht. Met een plateau en dus hele mooie bakjes. Die bakjes zijn dus super licht van gewicht, maar ze zien er heel chic uit. Hier is het gaatje. En dan heb je dus zo'n lepeltje. Voor suiker of wat dan ook. Ik vond het er zo cute uitzien. En dat lepeltje past dan helemaal zo in dit gaatje. En nog drie glazen. Ik vond het helemaal leuk voor mijn matcha. Dit zijn wel van die glazen die je echt niet zomaar in de winkel ziet. Ze zijn mega groot. Deze is niet heel groot. Dit glas heb ik. Dan. Oh ja, deze vind ik wel een beetje apart. Ik had gedacht dat ze wat kleiner waren. Ze zijn echt super groot. Ik weet nog niet wat ik hiermee ga doen, maar het ziet er toch ook echt zo soort ambachtelijk grappig uit. En deze twee lepeltjes vind ik heel mooi. Ik heb al zo'n soort lepel. Glas. Echt prachtig. Ga ik bij mijn koffiecorner zetten. Net als deze. Die heb je in meerdere kleuren. En nu denk ik echt, had ik hier maar meer van genomen. Ik vind deze super, super mooi. En, oh ja, ik wou nog een rietje met een hartje. Hier had ik ook echt meer van moeten doen. Kijk hoe leuk. En dan, dit glas. Dit was in dat ik hier mijn matcha in ga drinken. Ik kan het ook als vaas gebruiken, maar ik vond het zo cool. Ik vond het echt zo'n TikTok glas. Deze is dan net wat anders en ook een iets kleiner maatje. En dan heb ik dus nog deze. Dus ze lijken op elkaar, maar toch ook weer totaal niet. Welke vinden jullie het leukst? Grote? Nou, allemaal super toffe producten. Heel blij mee. Dus heel leuk dat ik een samenwerking heb en de spulletjes ook nog mocht uitzoeken. Oh ja, en als je dus ook iets wil bestellen, het is echt een super chille site. Je kan alles daar vinden. Nou, als je van dat soort websites houdt, kijk even op Temu, want het is nog niet heel erg bekend. Hoewel ik tegenwoordig best vaak mensen erover hoor. Maar ik heb dus een code voor jullie. En als je dus de app downloadt en dan of zoekt op deze code, of klikt op de link in de beschrijving. En als je dus een nieuwe appgebruiker bent, krijg je 100 euro coupon. Ziek chill. Nieuwe 100 euro coupon bundel. Dus ga echt eventjes kijken. Super leuk. Ik heb ook mega lang over gedaan om deze spullen uit te zoeken. Want ik ging weer dingen toevoegen en weer verwijderen en toevoegen. Want ik had niet super hoog budget. Maar echt daar kan je helemaal losgaan. Oh. Ik heb eindelijk weer mijn ceremonial matcha binnen. Dus ik kan eindelijk weer een mooie groene matcha maken. Dit bakje is zo chill. Ik kan echt heerlijk whisken zonder dat het er overheen gaat. Heel blij mee. En die vanillehavermelk, ik had het op mijn Insta gezet. Zo lekker. Ik ben niet zo van de zoete dingen. Maar omdat mijn havermelk er niet was, dacht ik, ik probeer het een keertje. Het was wel echt heel lekker hoor. Echt heel lekker. Het maakt ook niet alsof je er vanille siroop aan toe hebt gevoegd. Gewoon echt. Ja, echt. Niet hetzelfde als havermelk met vanille siroop, zeg maar. Niet zo zoet. Ik voel me trouwens niet helemaal lekker, had ik dat gezegd. Maandag voelde ik me dus top. En gisteren deed het niet zo en nu nog steeds niet. Ik doe iets minder matcha, want het is wel een hele dure ruby aan het worden met hoeveel matcha ik drink. Maar ik heb zo eens met Elise afgesproken. Ik ga dat niet afzeggen ofzo. Lunchen vind ik ook niet heel vermoeiend. We gaan naar Tuinhuis Aalsmeer. Ik had even wat leuks opgezocht dat het een beetje in het midden was. Maar ze hadden een soort van kermis daar ergens. Waardoor heel veel dingen dicht zijn. Dus dit is iets verder rijden voor mij. Maar volgens mij een hartstikke leuke plek. En het water lekker binnen. Maar ook eventueel buiten mocht het wat mooier weer worden. Denk ik niet hoor. Het wordt trouwens dus weer mooi weer, hè? En ik baal dat ik niet meer van deze hartjesrietjes heb gekocht. Oké, ik heb dus heel weinig matcha gedaan. Maar kijk, dat is nog een mooie kleur. Oh, wow. Er komen er ineens 30.000 ijsblokjes uit. Jeetje. Dan zit hij dus vast. En dan ineens valt alles eruit. Ik had dus tegen Elise gezegd, omdat ze me dus weer een beetje helpt, gratis. Het is niet zo dat ze dit keer het logo voor me maakt hoor. Maar ze denkt gewoon mee, zei ik, nou dan trakteer ik jou lekker op de lunch. Dus ik weet niet, ik denk dat het wel gezellig is, lekker bijkletsen. En dat we er best wel even een tijdje gaan zitten. Er is heel veel zin in. Dus dat zal waarschijnlijk een beetje het enige zijn wat ik doe vandaag. Ik ga even matcha drinken, GTST kijken en dan lekker douchen. Ik wil mijn haar wassen, maar dat ga ik niet doen. Ik doe gewoon een strakke knot. En kijk, dit is een hele lichte matcha, maar het hoeft niet zo sterk. Oké, deze is wel heel erg niet sterk. Maar ik ga daar ook lekker koffietjes drinken natuurlijk. Dus dan heb ik ook cafeïne, dus dit is goed voor vandaag. Oh, wel heel zoet zeg. Mmm. Ik ga het niet nog een keer kopen deze havermelk, want voor mij is dit te zoet. Maar als je van zoet houdt, dit is gewoon vanille, wat je aan het drinken bent.
Alright, time to go. Ik weet niet echt wat ik van deze tas hierbij vind, maar oké. Ik heb deze jurk dus weer aan. Ik heb het echt namelijk super warm, dus ik kon geen broek aan. En gewoon sieraden die ik altijd heb, tas die ik altijd heb, bril die ik altijd heb. Deze laarsjes. Met een soort AliExpress sokken volgens mij. Met een zwart hartje erop. Ja. En mijn nieuwe fles die ik bij Tik & Mix heb gekocht. Vond ik ook wel echt very pretty, matchy, matchy, matchy. En deze tas, ja, lekker boeiend. Hier zit gewoon mijn laptop in, dus let's go. Oh, Nicole, haar jas ligt nog in mijn auto. Ik ga haar vragen of ik die aan mag. Waarschijnlijk pas ik die in die match echt goed. Yo, chicken wing. Ik zit nu in de auto en ik had geen leuke jas voor bij mijn kleren. Maar ik heb waarschijnlijk ook geen jas nodig. Maar mocht het nodig zijn omdat het koud is, mag ik dan jouw jas aan die nog in mijn auto ligt? Want ik heb die ene zebra jurk aan, weet je, met beige en zwart. En die matcht echt goed met jouw jas. Spen, ik heb de hele tijd dit in mijn hoofd van I wanna be where the sugar daddies are. Nou, eigenlijk zo. I wanna be where the sugar daddies are. Gaat niet in mijn hoofd, word er gek van. En mijn bril is trouwens heet het vies. I know. Ik voel me echt niet lekker. Ik ben helemaal bezweet. Ik ben kotsmisselijk. Ik ben niet helemaal jovel. But okay. Ik hoop dat ik me zaterdag beter voel dan vieren mijn vaders 60ste verjaardag. Nou, ik ga wel eerst. Ik wilde dus vandaag mijn haar wassen. Maar toen werd ik wakker. Toen dacht ik, eigenlijk hoeft het nog niet. Zeg maar, als ik het los zou willen dragen, dan was het wel lekkerder. Maar het hoefde nog niet per se. Toen dacht ik, nou, dat is dus dan perfect. Met een strakke knot. Als je haar wat vetter is, is dat top. Plus dan hoef je het pas weer later te wassen. Maar ik wil zaterdag dan ook mijn haar leuk. In ieder geval. Dan ga ik dus verder met mijn vader. De andere dagen boeit het me niet. Hoe ik eruit zie als ik een uitje of zo heb. Maar als ik het dan donderdag was. Vrijdag. Zaterdag. Weet ik niet hoe het zaterdag gaat zitten. Oké, nou, dit is goed. Wat heb ik, joh? Overgang. Ik heb me lang niet zo gevoeld. Dat je echt zo niet lekker voelt. Ik weet niet wat het is. Je ne sais pas. Maar ik ben wel een beetje veranderd, vind ik, qua... Ik zeg niet meer af, eigenlijk. Nee, ik ben niet meer heel erg vaak te laat. Ik ben nu een paar minuten te laat. Nou, dat vind ik gewoon netjes. Dat vind ik zeg maar gewoon rendabel. Je mag gewoon 5 à 10 minuutjes later zijn. Dat vind ik oké. Okay. Bij zo'n soort afspraak dan, hè. Het gaat wel beter. Iemand komt er laatst van doen. Challenge dat je altijd op tijd moet komen. Ik doe mijn hele leven al een challenge dat ik altijd op tijd moet komen. Ik vind dat het beter gaat. Maar het komt echt door geen kledingcrisis. Want alsnog ben ik niet heel goed in plannen. Ik moet gewoon eerder van tevoren beginnen. Want je moet eigenlijk natuurlijk 0 minuten te laat zijn. Maar ik zou nooit te vroeg zijn, want ik haat wachten. Maar ik wil ook niet dat anderen op mij moeten wachten. Dus ik weet ook bijvoorbeeld van, oké, Lies en ik moeten even lang rijden. Dus ik app als ik vertrek, weet je wel. Dus dan hoef je ook niet echt te wachten. Ik laat bijna nooit iemand, zeg maar bijvoorbeeld in een cafeetje of zo op mij wachten. Dat vind ik echt aso. Ik laat het dan wel van tevoren al weten. Van, joh, ik ga het niet redden. Dat wel. Maar oké. Ja, ik voel me echt zo kots en kotsmisselijk. Ik vond die matcha nu ook echt niet lekker, veel te zoet, omdat ik gewoon heel misselijk ben. En wat is dit voor megafles? Wauw. Bizar, hij was ook best wel duur. Er zit zelfs een tasje bij, maar ja. Dan denk ik, dat doe je heel even en dan ga je toch niet meer dat tasje eromheen doen. Ik heb hem alleen even met koud water gespoeld, dus hij ruikt nog niet heel lekker. Maar zo pretty. Ik vind ik echt fashionable. Mag je eigenlijk in een restaurant gewoon je eigen waterfles mee? Ik weet dat Jiminy, mijn vriendin, die doet dat altijd. Want ik heb altijd iets van, ja, zolang je andere drankjes bestelt, mag je toch wel je eigen water consumeren. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, stel je gaat alleen maar water drinken. Dat is een beetje aso. Alleen maar water uit je eigen fles, dat kan niet. Maar als je koffietjes neemt en je hebt je eigen water, moet dat toch wel kunnen. Ik weet het niet. Ik vind dat het wel moet kunnen. Als je gewoon genoeg consumeert. In ieder geval, ik vind het echt helemaal leuk, want ik heb zo mijn laptopje mee. Weet je wel, ik werk nu op mijn MacBook en daar ben ik zo blij mee. Dus die is lekker gewoon klein, compact. Ik heb mijn oplader mee, maar ik kan echt uren zonder. Het scherm is mooi, het is zoveel chiller dan mijn vorige laptop. Ik heb een mini-USB, ik voel me helemaal zo van, oh, we gaan lekker zo'n workdate. Helemaal leuk, helemaal zin in. Nou, ik ga even geuze gorgels luisteren. Wat heb ik, joh? Ik heb echt gevoel dat ik moet kotsen. Nee, ik ben niet zwanger. Right, ik ben er.
Ik vind als ik niet zo lekker ben, dat het een beetje raar als ik dan zo'n make-up op heb. Niet helemaal matchy of zo. Well, I don't care. Ik heb een sinaasappel gemberthee en Elise heeft een munt gemberthee. Mag ik je dan nu wel filmen? Ja, je mag wel filmen. Ze kijkt dus niet haar eigen beelden terug, zegt ze net. Maar kijk hoe leuk we hier zitten. Het is dus ook een... Hoe heet het? Een tuin? Ja. Maar waar is dat dan? Ja, dat ziet het aan die kant. Oh. Het is wel heel cutie. Net als de kaart. Ik had even iets uitgezocht waarvan ik dacht, het is wel een soort van zaakje waar ze met liefde dingen maken. En lekkere dingen hebben. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik heb nu eigenlijk best wel honger. En ik dacht ook leuk als we wat langer zitten en dat we misschien nog een taartje willen of zo. Ja, is goed. Wij hebben dus twee broodjes zelf om te delen. Maar hoe zouden jullie het doen? Hoe zou je dit nu gaan verdelen? Want ik dacht dus meteen in mijn brein van oké, ik ga hem openklappen. Ik ga alles helemaal opnieuw beleggen, maar dat is natuurlijk een beetje raar. En de Lies dacht, we snijden het ook. Maar wat zei ze, je kan het makkelijk doorsnijden. Ik dacht, nou oké, dan doen we het. Door de helft snijden, ja beter. Oké, we gaan hem door de helft snijden. Welke wil jij door de helft snijden? Maakt niet uit. Oké. Nee, maar ik zie niet welke kant ik het broodje op moet snijden. Maar jij kan dit. Ik kan dit waarschijnlijk. Hoezo? We kunnen ook het broodje voor elkaar vasthouden. Oh, wel lekker brood. Oh, dit gaat hartstikke soepeltjes in. Zo, ik heb nu ineens echt super veel honger. Nu ik dit ruik. Oh. Dit ging goed. Nee, het is gelukt. Maar ja? Het leg is ook wel verdeeld, toch? Bij mij ook. Ja. Oké. Nice. Welke wil je? Wacht. Wil ik het pakken? Ja, is goed. Hey. Oh, dat is toch heel chill? Ik ben heel blij dat jij wilt delen. Ja, kijk nou hoe heerlijk. Ja, die ik eerst had gevonden was leuk, hè? Met dat je vier dingen kon kiezen. Ja, die was ook leuk, ja. Maar dat was ook Aalsmeer. Weer zo'n koekje. Ja. Wacht, dan moet je wachten. Ja, die komt zo. Is het slim wat ik nu ga doen of niet? Wacht. Zo. Nee, hè? Wil je erop of wil je... Wat jij wil. Zou ik het zo gaan doen? Risk of niet? Wacht, waar moet ik op leren? Hierop. Oh. Maar hoe zou jij het doen? Gewoon zo of zo? Ja, doe wat je wil. Maar dit gaat sowieso mee. Nu gaat hij aan het uiteinde sowieso mee. Oké. Maar ze laten het op wat het trouwens. We hebben niet eens een eigen bord, dus we hadden gewoon moeten happen met z'n tweeën. Ik vind het zo mooi dat jij zo lang bent. Dankjewel. Hier zijn al die mooi. Kassen. Wat is hier? Hier zijn al die kassen, toch? Oh, die tuin. We gaan even naar een andere plek, want het was wel leuk. Maar, hoe heet het? Het was heel druk. We hadden nog massa dat we aan de zijkant zaten qua herrie. Maar wij zaten dan weer echt, je voelde wel echt dat je in een kast zit. Ja, het is echt wel warm. Een beetje warm en heel veel prikkels. Als je daar heel lang zit, nu is het goed. Maar anders zou ik denk ik heel moe zijn geworden. Ja, dat denk ik ook wel. Dus we dachten, we gaan lekker even hier aan de overkant kijken. En we moesten toch de harde schijf vervangen. De harde schijf? De parkeerschijf. Ik heb net een USB gekocht, dus misschien kwam ik daar weer harde schijf. Dus ja. Maar wel minder misselijk door het eten. Oh, dat is fijn. Ja. Vind ik juist leuk. Okay. Kijk jongens, dit is het enige wat jullie nu zien. Hé, hey, die open haard. Dat is daar. We zitten nu dus eventjes hier. Het is wel even chill, wat rustiger hoor. Dus zo. Bijna niemand. Heerlijk. Dat is echt top. Tiktok koffie. Koekje, wil jij koekje? Nee, dankjewel. Ik ook niet. Ik vind wel die grote thee van net echt chill. Ja, ik ook. Oh, dit is wel een soort shot. Oh, wat kiwi met die vlammen. Hoi. Ik kom er net boven. Maar je moet wel hier geluid uitzetten. Nee, want ik zeg niet de naam. Maar ik wel. Oh ja, dat is het. Wat vind jij het leukste van deze drink? Ik, ja, deze. Maar hoezo kan dat niet? Heel veel mensen doen het gewoon met roze. Ja. Ik ga dan denken van, betekent het iets, snap je? Net als bij 35 die MV en zo. Ja, maar toen ging... Ja... Dat kan ook. Omdat je denkt, waar zit alleen daar zo'n bolk, zo'n drolletje, zo'n... Ja, maar dat is gewoon logo. Oh, okay. Wat voor... Ja, BH. BH. Gebruik jij lekker BH? Ik vind bla 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 dus altijd heel leuk, maar... Weet je hoe mijn YouTube kanaal heet? Charlotte Bitch van bla bla bla. Hè? Dat is de Earl van mijn YouTube. Echt? Ja, zo ben ik begonnen. Omdat ik altijd zo bla 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 bla. Maar je had laatst ook het programma bla bla met schaap. Met Elise Schaap. Toen dacht ik, oh, dat wil ik ook bla bla bla. Maar
Maar doe jij blamen zeker met een haar erachter? Of niet? Nee, ik ook niet. Kijk. We hebben een logo eigenlijk, toch? Ja, het hangt van jou. We hebben wel, jawel, ik ben blij, dat merk ik wel. Als jij ook je laptop pakt, mm-hmm. En dan ga je naar... Gaan we op doen? Ja, een computer. Oké. Okay. Wat moet ik doen? Naar FreePic, zo. Oh ja, die heb ik voor jou ja. Nee, je hebt een ander, Big Monkey. Nee, ja. Pic Tree. PNG Tree. Meerdere. Nee? Oh ja, gratis pik is dit. Dat is een hele rare naam. Ja. Echt. Ja, weet ik. Dit is echt heel raar. Oh, hier heeft hij me naartoe gestuurd. Die jongen die niks meer laat horen. Die zei, Het klinkt heel raar alsof ik je nu naar een verkeerde website probeer te leiden. Ja, dat zou kunnen. Moet ik hier uitzoeken? Ja, daar, want die kunnen we allemaal, zeg maar... Nou, dit... Hey, dit heb ik met hem ook gedaan. Zo kwamen we bij die paarse pan. Die heb ik jou gestuurd. Ja, nou, dit is wat we allemaal kunnen gebruiken. Hier heb ik die paarse uitgezocht. Als je dus zoiets uitkiest, zoals wel dit, dan kan je ook de kleuren aanpassen. En wat is zoiets dan? Waarom dat kan er geen foto? Want foto kunnen niet. Oh, dat vind ik ook leuk als je hier zo. Het was super leuk met Elise, maar ik voel me echt niet lekker. Het wordt steeds erger eigenlijk. Ik ben bang dat ik ziek ga worden. Maar goed, hij had lekker gekookt en het gegeten. Ik ga zo bonusochtend naar bed brengen. Ze zijn al boven, maar ik ga altijd even brood omhoog maken. Hier heb ik een stukje regenboogtaart. Die had ik ingevroren. Dus die laat ik gewoon zo erin. En dan nu de gezonde trommel. Mango snijden blijft altijd een beetje irritant. Ik weet dat je ook andere manieren hebt om het te snijden, maar ik doe het nu gewoon even zo. Gisteravond ben ik gewoon lekker in mijn eentje boven mijn bed tv gaan kijken. Ik dacht, laat ik haar lekker beneden. Ga ik lekker boven. Dat doen we echt nooit. Maar ik vond het wel eventjes lekker. Zo, lekker veel mango. Heerlijk. Oké, vorkje erbij. En dan hebben we hier lekker normale wortel, gele wortel, mango. En reine klauw deed het volgens mij. Groene pruim, blauwe besjes, druif, rode besjes. En we're ready. Hi, spreek met Charlotte. Iemand had tegen mij gezegd dat ik naar jullie moest bellen, want ik zit met een probleem en dat is dat ik een website wilde gaan. Ik heb dus alle appjes en bewijzen ervan en zo, maar... Ja, ik weet niet of je... Ja, daar heb je wel een beetje een technische uitzoek nodig. Ja, nou ja, het maakt ook niet heel veel uit bij welk domein ik zit, hoor. Oké, okay, super. Heel erg bedankt. Heel veel succes, Charlotte. Dankjewel. Werkte. Doei, doei. Nou jongens, het is gewoon gelukt. Kijk wat, hoe vet ziet dit eruit? Dit is Blue Spirulina. Het heeft niet echt een smaak, dus ik heb het met haver vanille. Ik wou het een keertje proberen, maar oh my god. Unreal. Als je kijken. Ik heb het al gemengd met haver. Oh. Het gaat mis, is dit veel. Hoe mooi ziet dit eruit? Oh my god. So pretty in the sky. Gewoon een natuurlijke blauwe kleurstof die heel duur is. Maar dit is volgens mij echt veel te veel spirulina. Dit is echt heel duur ook. Maar ik was uitgesproken. Wow. Volgens mij smaakt het naar niks, maar ik heb het idee dat het naar chocola smaakt. Ik moet eventjes leren om ook weer, als ik niks nuttigs voor jullie doe, toch even mijn camera erbij te pakken. Dus ik heb gebeld met, hoe heet dat bedrijf nou? IDSL of zo? Zo'n bedrijf die alle domeinen van websites beheert. Dus niet Hostnet of mijn domein of zo. Maar gewoon die alles kunnen inzien. Situatie voorgelegd over dat dus die jongen niet meer reageert. En ik mijn domein kwijt ben. En hij zei, want ik zeg ja, ik heb de verhuiscode gehad. Maar daarna had ik nog een soort code nodig. Hij zegt dat is gewoon hetzelfde. Dus wat raar dat het bedrijf erom vraagt. Ik zei, oh my god, serieus. Ze zeiden ja, ga naar deze, ik weet niet hoe die heet, Vivero. Ga naar deze domeinsite, wel iets duurder. Maar ik weet zeker dat ze daar niet nog om iets extra's vragen, want ik heb daar gewerkt. Dus ik deed dat, was wel in plaats van 50 cent dan 5 euro of zo. En ik heb het al een keer gekocht. En waar had ik dat geld nog terugkrijg van Hostnet? Nou, weet niet. En voor .com was het echt 13 euro of zo. Die lukte niet trouwens. En ik had ook die jongen naar zijn mail een berichtje gestuurd. Want ik had die mail gehoord via iemand die voor mij het had gecheckt. En toen ineens deed .com het niet meer. Dus misschien is hij het wel snel veranderd. Geen idee. Ik kan hem niet bellen. Je zou in goed vertrouwen kunnen denken. Misschien is er iets met hem gebeurd. Maar dat gevoel heb ik gewoon niet. Ik heb het gevoel dat hij me expres negeert. Waarom smaakt dit naar chocola? Dit smaakt zo lekker. Ik heb vanille en die suikervrije havermelk. Heb ik niet gefilmd of op Insta gezet. Ik kreeg het getipt van mensen. Want ik stories plaatsen over die grijze havermelk van Oatly.
Hij is fantastisch. Ik hou ook niet eens echt van zoet dus in de basic. Soms even vanille of zo, maar hou ik helemaal niet van. Ik heb net trouwens ook chia pudding gemaakt met die vanille, want ik kan weer heel slecht naar de wc en ik heb al heel lang geen chia gegeten. Dus met die vanille, dan vind ik dat wel lekker. En af en toe dus, maar als basis matcha of zo wil ik dat niet. Dus die is super goed, die no sugar oatly. In ieder geval, ik heb mijn domein terug. Verder ben ik dus de hele dag weer bezig geweest met de opmaak voor hoe ik de recepten wil gaan doen. Vind je dit leuk om te horen of niet? Anders heb ik echt niks om te vloggen. Hoe ik mijn recepten wil gaan weergeven op de Instagram van mijn kookshow. Ja, de Instagram van mijn kookshow. Heel leuk in één keer geworden. Heel blij mee. Ik ben al recepten gaan uittypen. Ik ben verder gaan met mijn draaiboek voor de serie. Ik ben nog gaan verdiepen in camera. Ik ben gaan checken. Ik kwam erachter dat mijn lens, dat je echt alleen zo'n stukje van mijn lichaam ziet. Omdat die lens moet heel ver weg. En dat kan niet hier in de keuken. Dus dat ik een lens moet gaan kopen. Ik ben een Love Island finale aan het kijken. Maar ik zit eigenlijk de hele tijd op mijn laptop. Oh, ik heb mijn mail geïnstalleerd. Ik heb geregeld dat ik dus @charlottebliss.nl. Dus ook de naam van mijn kookshow ervoor heb. Dat het doet. Ik ben helemaal mijn MacBook gewoon een beetje aan het leren kennen. Want eigenlijk is hij gewoon compleet gekoppeld aan je iPhone. Dus ik heb WhatsApp erop. Ik heb mail erop. Het is zo chill. Kan je mobiel ook de hele tijd wegleggen, omdat je alles bijna hierop kan doen. Nou, ik zit gewoon de hele tijd in Canva te klooien. Ik kan niet wachten om het aan jullie te laten zien. Ik heb er zoveel zin in. De komende 7 afleveringen van het eerste seizoen. En ik ben gewoon heel veel aan het werk. En donderdag, nu ben ik dus weer die bij mijn schoonouders aan het eten. Maar ik vind het heel lekker. Gewoon helemaal een dagje voor mezelf. Ik zat lekker in mijn dekending. Net haar gewassen, nu lekker. Andere chillkleren aan. Ik kan daar gewoon helemaal van genieten. En waarom smaakt het naar chocola? Ik ben gewoon heel blij. Ik heb ook. Ik ben gewoon heel blij. Want ik heb ook op mijn computer bijvoorbeeld 3 accounts. Ik heb Juf Charlotte, ik heb Charlotte Privé, ik heb Charlotte YouTube. Ik moet heel even instellen dat Google de standaardpagina is en niet Yahoo. Dus gewoon heerlijk met dat soort dingen bezig. Het kost ontiegelijk veel tijd en het kost allemaal geld. Ik heb net. Wat heb ik nou weer net lopen kopen? Ik moest net weer iets kopen. Oh ja, een alcohol voor de serie. Ik weet niet of het naar chocola smaakt. Nee. Maar spirulina is dus echt heel gezond. Maar ik heb blauw spirulina, want je hebt ook groene. Oh, ik vind het altijd zo walgelijk zoet. Maar whatever. Nou, willen jullie dit soort dingen horen? Want ik weet het niet. Nou, Jonna heeft hele zachte lippen. Staat er. Ik ga even die finale. Ik zet hem eigenlijk een soort aan als achtergrondgeluid. Ik wil zo graag mijn Canva dingen aan jullie laten zien. Het wordt zo vet. En ik ga ook even met die website een beetje klooien. Nou, het idee is dus in ieder geval dat ik wil op mijn Instagram van de kookshow wil ik snippets van de show gaan doen. Dan wil ik de recepten erop delen. Of in ieder geval de ingrediënten. En dan twijfel ik nog of ik ook een slide doe naar het recept. Of dat ik doorverwijs naar de website. Dat zie je ook vaak dat mensen dat doen. Dat is misschien ook wel leuk. Maar als je dus bijvoorbeeld ook ads op je website wil, zodat je er ook wat aan verdient. Als mensen op je site komen, dan kost die site ook weer geld. Ik weet allemaal niet of ik dat allemaal moet doen. En ik zit te twijfelen, want mijn vorige website van Komal was in Wix. En nu zit ik te denken om met WordPress te gaan doen. Zo, het is al donker. Ik eet een restje risotto van eergisteren. Met lekker truffelburrata, tomaatjes, truffelolie, dus truffelolijfolie, zoutpeper, chili en veel basilicum. Om nom! Zo blij met dit schattige bakje. Yummy. Workout done. Upper body gedaan. Ik heb echt heel veel last van mijn rug. Maar ik wil toch wel gewoon mijn training doen. En even kijken naar de stad fietsen. Like always. Lekker haarrinkie gehaald. Oké, ik heb nog wat dingen voor papa gekocht vanmorgen. En heel veel dingen voor Lot haar baby shower. Maar dat ga ik niet laten zien nog. In de hoop dat iedereen wil mee betalen aan de versiering. En anders heb ik pech. En nu ga ik zo naar huis. Want bijles. Okay, ik ga even snel wat opfrissen en dan bijles. Oké, okay, ik ben fresh voor bijles. Alright, mijn matje staat klaar, mijn water, mijn laptopie. Ja, die kringen in de tafel is echt drama, maar oké. Okay. En ik heb voor hem altijd hier een glaasje water met heel veel ijs en snoep. Oh, en ze zijn er al, zie ik. Oké, we gaan nu een challenge doen. We zijn bijles aan het doen. En hij gaat 100 seconden zoveel mogelijk tafels doen. En ik ga proberen of ik dit cadeau van mijn vader ingepakt krijg in 100 seconden. Dus let's go. Nog steeds
Ah, het is voorbij. Ik heb nog helemaal niks. Maar ik deed het wel heel netjes. Oké, nog een keer. Nu heb ik het zeg maar voorbereid. En kijk of het me wel lukt om het nu in... Ben jij er? 29? Oké, dan gaan we nu voor de 30, ja? Oké, 30, hè? Ah, ik vind het spannend. Ik zie ook de tijd niet of zo. Oh, yes, ik heb het gehaald. En jij ook. Nice, lekker bezig. Oké. Gaan we nu even spelling doen. Zo, dat was heel erg leuk. Ik merk dus dat ik dingen die ik als juf in de klas deed, tussendoor, een beetje die persoonlijke dingetjes, dat ik die niet echt doe bij bijles. Omdat ik denk, het is maar anderhalf uur. Mensen betalen je echt voor anderhalf uur. Er is geen... Ik vind dat lullig voor hun geld om iets anders te doen. Maar vandaag dacht ik van... Ik merk gewoon bij hem, ik ken hem nu wat langer, dat hij, net als ik, zich heel goed kan concentreren als hij een beetje afgeleid wordt af en toe en een beetje speelse dingetjes tussendoor doet. Dus ik dacht, we gaan dat gewoon even doen. Uiteindelijk kost het je, nou ja, 250 seconden in totaal. En het werkte zo goed. Hij is dan, ik zit erin te pakken met Harry en dan denk ik ook, wordt hij afgeleid. Maar hij zit dan zo goed gefocust te werken. Dat, ik vind dat heel leuk dat je per kind dat een beetje ziet. Hij gaat daar juist heel lekker op. Dus dat is heel leuk voor de persoonlijke band. Dat je, nou ja... Dat ik ook iets persoonlijks ondertussen doe. Dus ik dacht eerst van, nou, dat soort dingen doe ik niet echt. Maar ik heb het vandaag toch gedaan. En dat was wel heel leuk. Dus ik ga nu nog even verder inpakken. En ik heb dus gisteren een lens besteld voor 500 euro. En het is ook nog eens niet van Sony, maar van Sigma. Want van Sony was echt 1000. Op advies van mijn broertje. En ik heb alweer van vet gezellig met je gevraagd om wat voor mijn kookserie. Kijk hoe mega mooi ik dit heb ingepakt trouwens. I love it. De tasje had ik dus laatst al gekocht. Ik hou er echt van om dit soort dingen allemaal op tijd klaar te hebben. Dit is een stroptas. Maar ik dacht, ik hang hem denk ik gewoon aan het tasje. Dit is het boek wat hij wilde. Ik heb dit nog. Ik voel dat ik er nog wel meer bij wil. Ik vind het te weinig of zo. Ik love mijn hoesje trouwens. Dit vind ik zo heerlijk om te zien. Het is dan alleen geel. Dit vond ik leuk, want hij van katten houdt. Net als dit. En al deze random dingen. Ik weet niet of ik die op de verpakking moet laten of niet. Hoedje. Is toch wel leuk om te doen. En voor mijn moeder wil ik dan... die wil het echt wat groter, zeg maar, vieren. Niet met meer mensen, maar die wil echt dat we... Nou ja, goed aanpakken, had ze gezegd. Moet je dit vastnieten? Ik denk het. Maar voor haar ga ik ook niet dit soort kleuren doen. Voor haar heb ik ook al iets anders gevonden. Maar het best lastig is meestal het is allemaal dit. Een beetje deze stijl. Dit kaarsje moet ik nog opschrijven. Ja, oké, maar ik ga eerst even wat eten en koken, denk ik. Oh, en mijn bonusdochter had ook nog iets heel... Oh, hij is kapot. Oh, wat balen. Ze had een hele mooie soort oesterachtige ding gemaakt die vastgelijmd was. Maar ik zie nu dat hij kapot is. Hey, we gaan maar kaassausje maken. Danish Blue. Restje Philadelphia van de taart van vorige week. En mijn pan staat te hoog, zie ik. Garlic. Ik wacht nog wel uien, maar haag ik naar de winkel. En ik doe lekker truffelolijfolie erbij. En nog wat kalkroom. En natuurlijk. Ik heb dus gehoord dat diepvries groente vaak gezonder is dan verse groente. Bizar, omdat je dus niet weet hoe lang het er al ligt en de vitamine er juist uitgaan. En het andere is meteen ingevroren. Dus ha haalt nog eventjes, die moest op naar de winkel. Bevroren spinazie en een rode ui. Dus dat ga ik er dan nog doorheen doen. De ui moest eigenlijk eerst, maar maakt niet uit. Dus dit was lekker aan het pruttelen. Ik doe vandaag even normale spaghetti, denk ik. Tenminste dit, niet die gevulde met kaas. Dat is zo heftig. Ik heb namelijk ook nog kip erbij, dus anders is het wel heel veel. De saus maakt trouwens echt heerlijk. Dat erbij. Ik weet wel dat dit vaak veel water afgeeft, dus misschien ga ik de pasta er hierin koken als die te nat is. Maar anders is het gewoon in het water. Oké, okay. Oh je ziet het niet op beeld, maar de saus is echt super mooi groen. En omdat het verse pasta is die maar 3 minuten hoeft te koken, ga ik hem dus gewoon hierin koken. Hij is iets dunner geworden. Maar in principe is hij ook gewoon gaar. Lijkt me niet de allerbeste combi of zo, maar ik vind het wel lekker een keer met pasta die niet gevuld is. Dit wordt nog best lastig, maar oké. Okay. Oké, okay, dan ook nog lekker kip erdoor. Volgens mij ben ik deze week echt bijna geen vlees gegeten. Mijn grootste ook nog wel wat bij mijn handjes. Ik heb er best wel veel van dit water deze bij gedaan, omdat het natuurlijk... nu niet heb gekookt in water. Er zit echt best wel veel water bij. Anders was het heel dik en nu wordt het steeds meer een saus. Oh. Ja, dikke luie kat die de hele dag binnen heeft gelegen.
Kijk, het is echt heel lekker geworden. Het is alleen door die pasta dat het niet op pasta lijkt, maar het lijkt bijna alsof je courgettespakketten hebt gebruikt. Het is heel mooi en dik. Tastest. Super lekker dat er ook kip bij zit, maar ik heb gesport en niet te veel gegeten vandaag. Ja, met z'n voetballen, dus we konden wel even een goede maaltijd gebruiken met kip en koolhydraten. En eiwitten en kaas. Mm. Heel lekker hoor. Heel romig. Je zou er nog meer water bij kunnen doen dat die dunner wordt, maar ik vind het wel heel mooi dat die zo stevig is. Ja, super lekker. Zo, we kunnen hier gewoon nog een keer van eten. Het is heel machtig, het is natuurlijk heel calorierijk ook. Dus we hebben allebei niet zo heel veel genomen. Maar ik heb hier nog wat water bij gedaan, want het was echt wel heel dik. Ja, die pasta, ik zou een andere pasta kiezen, maar het was super lekker. Oké, dit is mijn 500 euro lens. Waar je dus ook mee kan vloggen. Maar daar ga ik hem niet voor gebruiken. Al is het, als het goed is, beter beeld, maar ik zie het niet. Nou, ik kan hier niet meer vloggen, want deze lens is zo dik en dan kan ik er niet meenemen met mijn tas. Ja, het is grappig, want het is dezelfde zoom ongeveer als de vloglens die ik heb, alleen de kwaliteit is dus beter. Kijk, maar dan staat eentje hier en de andere is dan heel dik hiervoor. Dus dan ga ik sowieso niet hier staan, maar hier. Dat is niet leuk voor degene die daar staat. Nee, ik ook zo moet toch niet schuin? Kijk, degene die hier zat is wel afgehakt. Maar hij moet toch recht in het midden? Hij moet toch zeg maar voor de kraan staan, denk ik. Je kan toch ook gewoon zo. Ik denk dat bij elke kookshow terecht is. Ja, maar wat is nou elke kookshow? Ja, ik weet niet, waarom zou je het schuin doen? Nu zie je juist de plankjes die heel erg druk en lelijk zijn. Niet leuk sfeervol ofzo, toch? Het is leuk dat je dan nu de goede plekken hebt, maar dan moet ik eigenlijk gewoon een kruisje of zo gaan zetten ergens. Zodat ik weet waar de volgende keer mijn statief weer moet staan. Oké, in ieder geval deze lens had ik dus al. Die heb ik maar heel weinig gebruikt. Die gebruik ik als ik een keer een mukbang maak of zo. Dat is een hele mooie lens, maar die moet heel ver weg staan. Deze heb ik dus net gekocht. Nou, voor zover ik nu kan zien is die super goed. Dit is dan mijn reserve body. Die ik toen had gekocht toen mijn camera stuk was. Dit is de A of de 5100. Die is best wel goedkoop. Met deze lens. En deze lens zit ook nu op waar ik nu mee film, maar dan op de ZV-E10. Dus waar ik nu mee film, de body, die ga ik dan gebruiken voor mijn kookshow met deze lens er ver af. En voor de close-up beelden moet ik dan met deze crappy lens filmen. Met deze crappy body, zeg maar. Of crappy body, met deze lens. Of de lens die er nu op zit, dat is dus dezelfde lens. Ik heb twee keer dezelfde lens. Het is echt te duur om nog een keer de body waar ik nu mee film te kopen. Dus voor nu wordt dit dan close-up shots en waar ik nu mee film met dit voor ver weg. Dan heb ik dus ook nog die audio. Het is zo duur allemaal, jongens. Ik hoop echt dat de kookshow een beetje een succes gaat worden. Vlogs lopen niet zo heel goed namelijk. En anders, ja, is het niet anders. Ik heb er sowieso zin in. Nu ga ik mijn nagels doen, eindelijk weer. Mijn nagels zijn sowieso super goed. Ik doe nu dus af en toe do-nails, af en toe even nagellak. En af en toe niks op mijn nagels. Het gaat er zo makkelijk af, die do-nails, dat ik... Normaal heb je altijd zo die pressure, weet je wel. Van ik moet mijn nagels steeds bijvullen, ik moet het bijvullen. Maar hier kan je het er gewoon echt ziek snel afhalen met die kit die ik de vorige keer heb laten zien, die bol. En dan kan je ook gewoon even zonder. Vind ik ook lekker. En nu ga ik ze weer doen. En ik heb allemaal nieuwe kleurtjes gekregen. En het is weer een betaalde samenwerking trouwens, superleuk. Ik ga het jullie even laten zien. Ja, ik heb ze steeds lekker een beetje mooi bijgeveld. Maar kijk, ze zijn best wel lang. Ze zijn niet allemaal even lang, maar dat boeit me nooit. Kijk, dit is allemaal echt geweldig. Dit is een beetje mijn kit met zomerkleurtjes. Tadaa! Veel, hè? Mijn lens was een beetje vies, kijk. Nou, ik heb ze nog niet eens allemaal gebruikt, maar ik heb het een beetje gesorteerd. Dat dit een beetje de zomerse kleurtjes zijn. En dit dan een beetje meer herfstig en zo. Dus ik heb best wel veel nieuwe kleurtjes gekregen. Maar ik weet niet, het is nog niet echt herfst. Maar ik vind het wel leuk om een beetje richting die vibe te gaan. Dus welk kleurtje zal ik doen? Of ga ik meerdere kleurtjes doen? Ik weet het niet. Kijk, dit soort tinten draag ik niet zo vaak, maar ik vind het wel heel pretty. Het is sangria. Dit is espresso. Dan heb ik ook nog een cappuccino of zo. Ja, dit is een cappuccino. Ik had wel zin in een beetje wat dat soort kleurtjes, maar ik heb ook wel een beetje zin in warm olive. Ik zag ook zo'n duo look voorbij komen ergens op Facebook. Dat is ook leuk. Dit is plum purple. Dat is ook echt wel, vind ik ook altijd wel een hele mooie tint.
Zou ik een duo maken tussen deze twee kleuren? Of misschien ook deze? Aangezien het toch heel makkelijk eraf gaat, ga ik even een test doen. Oké. Sowieso probeer ik dus zeg maar een beetje zo ook een beetje die nagelriem weg te veilen. Ik merk dat dat echt zo'n groot verschil maakt als je die dus goed naar achter duwt. Maar ook een beetje... Als je er zachtjes overheen wrijft, dan gaat hij een klein beetje weg. En dan kan je hem ook nog met zo'n ding een beetje zo... Het ziet er heel wild uit, maar dat voel je echt niet. Een beetje die... Ik heb best wel overtollig nagelriem, zeg maar. Dus dat is wel handig. Maar ik had dit al gisteren gedaan. Sorry. Dit kan ik er nu nog lekker afschrapen. Dat is zo chill, kijk. And it's gone. Ik ga even klooien en als ik weet wat ik ga doen, dan horen jullie het. Alright, it's time to do my nails. Ik heb ze helemaal clean. Mooie lengte, ze zijn ook bijna allemaal even lang. Ze zijn al op vorm. Ik heb gekozen toch een beetje vrolijke kleurtjes. Ik wil kijken of ik een soort, niet helemaal ombre, maar een heel klein licht ombretje kan creëren met Thank You Next en Blueberry Kiss. Toch nog even in de gezellige sferen te blijven, ook al is het buiten niet meer zo heel lekker weer. Deze is echt zo mooi. Wel een hele andere kleur blauw, maar ik dacht misschien kan ik daar wel iets mee. En dit is dan de base powder. Kijk, fel licht het oppervlak. Oké, als eerst beginnen wij met de primer. En die laten we drogen. Oké, een andere manier is dit. Sowieso altijd de base. Bij deze techniek ga je de base powder dus als laatste ook gebruiken. Oké. Dan ga je dus in één keer die ombre maken. Dus je gaat heel voorzichtig. Ik snap op zich wel waarom ze zo'n kwastje hebben. Want dit is natuurlijk best wel... Dan kan je wat secuurder mee werken. En dan giet je het er dus allebei op. Is het zo? Dan volgens mij nog een keer. Oh ja, is best oké. Nog een laagje base. Nog pak ik weer niet de hele achterkant mee, want dat doe ik nooit. Yeah. Oh, grappig. Ah. Best funny. En dan doen ze nu dus weer een laagje base. Dat heb ik nog nooit gedaan. Die doe ik dan wel over de hele nagel. En dan kun je dus elke nagel ook net een beetje anders doen qua hoeveel je van de ene kleur doet. Het zag er best wel leuk uit. Dit is denk ik om het... effect geleidelijker te laten ogen of zo met die base. Deze manier vind ik tot nu toe wel goed. Kijk hoe cute! Oh my god! Heel leuk en heel makkelijk. Activator. Wauw! Oh, nu heb ik zin om meer kleurtjes te pakken. En allemaal verschillende ombres te doen. We're almost there! Deze hand is al klaar. Ik ben echt niet normaal blij met wat ik heb gecreëerd. Maar ik ga het jullie zo laten zien. Als je effecten wil, moet je gewoon lekker filmpjes kijken. TikTok, YouTube, Do Nails site. En een beetje klooien. Het gaat er zo makkelijk weer af. Dus je kan lekker een beetje experimenteren. En genoeg activator. Dat is echt key. Dus gewoon activator. En ik heb nu echt... Nou, misschien wel 10 minuten. Ik dacht, ik ga even lekker een matcha maken. Dat de activator keihard kan worden. En dan pas ga ik nu veilen. Kijk hoe cool het is geworden. Deze heb ik gewoon even zo gedipt. Sowieso... Gewoon in één keer die base coat lager overheen gooien. Dus niet denken, ik doe alleen op dit randje. Nee, de hele nagel base coat een klein beetje dippen. En de rest opvullen met de rest. En hier, ja, zoek even filmpjes op. Maar ik vind hem echt best wel goed gelukt. Hij kan nog smoother de overgang. Maar heel blij mee. Deze moet ik nog eventjes polijsten. Alright, als laatste wat nagelriemolie. Heel belangrijk. Tegenwoordig probeer ik ook echt het gedurende de week wat vaker te doen. Want het is zo goed voor je nagels. En gewoon heel lekker. En we're ready. Vinden jullie van mijn tekentalent? Lekker chaos hier. Oké, ik heb me dus in 20 minuten of zo helemaal klaar gemaakt. En de rest doe ik in de auto. Ik ga nu deze ballon opblazen. Dat is best wel grappig. Hij wordt super groot. Net als die hond die we voor jou hadden, maar aan de kant. Wat hij van katten houdt. Deze hadden wij toen voor jou in elkaar gezet. Voor jouw verjaardag vorig jaar. Nee, dat had ik ook grappig voor als je de kom moest blazen. Maar het is een staart. Ik denk dat ze daar wel over nagedacht hebben. Zal ik
hadden het opblazen, hadden ze ook een wit stukje kunnen doen. Lekker tuffer in. Ik hou ervan als je naar mensen gaat die ver weg wonen, zodat je alles nog in de auto kan voorbereiden. En hoe maak je die poten dan eigenlijk, gast? Hij zegt altijd dat hij niks wil, maar stiekem vindt hij het wel heel leuk. Maar je moet er gewoon klemmen, volgens mij. Deze moet je niet plakken, maar gewoon zo doen. Kijk dan. Haar, kijk. Oh, ben je klaar? Oh. Oké, dat is ook weer klaar. Nou, alles is klaar. Alleen nog even mijn make-up afmaken. Als ik in deze auto zit, dan ligt hier dus altijd een oogschaduwpalet. En als ik dan tijd heb, ga ik altijd een beetje experimenteren. En dan doe ik een beetje wit. Ik kan dit namelijk echt niet oogschaduw. Wit doe ik dan een beetje zo hier met mijn vinger. En dan donker een beetje zo in de hoek. Maar ik ben echt heel slecht met oogschaduw. Maar volgens mij, ik had het vorige keer ook gedaan. Vorige weekend. Volgens mij staat het op zich wel. Maar wat ik ook mooi vind, is om een klein beetje dus hieronder te doen. Want ik vind mascara onder niet meer zo mooi. Maar een beetje schaduw. Alleen dat is heel moeilijk met je dikke vinger. Je echt een kwastje hebben. Ik vind het wel leuk. En ik heb nu die Meet Matte Huge of zo van de balm in die oranje gekleurd gedaan. Een beetje. Vind ik ook wel leuk. Ik twijfel, hè? Want ik had eerst die rode lipgloss. A little bit of mascara. Ik weet niet of je iets ziet van de ogen. Maar... Is een stropdas? We hebben ook nog een badge. Maar die wil ik niet op spel. Dat gaan we nee? Oké. Okay. Dit vind ik leuk. En we hebben nog een slinger. Nee. Wil jij deze dan hebben? Vast? Maar als ik dit moet je weer mee terugnemen. Papa wil deze niet op zijn lichaam. En deze? Zo, leuk. Jezus, hè. Maar ik wil er ook eentje zonder. Wacht, je moet even deze band goed doen. Heb je de foto? Leuk. 5 keer. Nog een rondje. Lekker ga ik hem ook nog. Nee, dat is gedaan. Komt jij na? Ja. Ik heb mijn ogen open, ik is ook. Dat is een beetje fijn. Dat is zwaar open, die voor mij kunnen niet dicht zijn. Heel. Heel, je kijkt alsof je poep aan het inhouden. Ik sta hier wat. Oké, kunnen we nog 1 keer en dan nog... Heel, kijk op. Ik hoop dat... Oké, dat gaat niet gebeuren. Nou, het is eerlijk verdeeld. Ja. Dat is ook gepakt. Ja, dat is leuk. Is dit precies? Oh. Je had ook nog dit erbij. Die had jij 1 keer. Hallo. Calming treat hoort op mij. Soort op die doos. Ja. En dat hoor je wel weggooien. Het staat op wat ze erin zit. Oh, het staat er ook op. Lekker zonnetje. Dankjewel, schat. Dit vind ik zo lekker. Ja, weet ik. Een strik. Super lekker. Een string? Ja, een strik met elastiek. Dat is wel handig. Wat je niet zegt. Dankjewel, schat. Heel veel mensen kunnen dat niet te inpakken. Lief, schat. Doe jij dat? Mooi kaartje. Kijk, ik pak. 38. Dankjewel, schat. Zo grappig, ik kwam hier en toen had papa dat voor zichzelf gekocht. Toen zei ik, oké, mam, ik heb een goed idee. Je zegt dat je het hebt teruggebracht en dan koop ik het van je. En dan vergeet hij het en dan geef ik het op zijn verjaardag. Was je het vergeten? Dat is trouwens ook van mij. Ja. Want de helft is van Charlotte en oh, ja. Is van mij. Die wel met olie van. Geweldig, jongens. Maar had papa niet meer gevraagd waar dat boekje was? Nee. Dankjewel, schat. Dacht je niet waar het was? Nee. Jeetje, dan wil je het dus helemaal niet. Erg ga alleen maar weer toppen. Niet heel graag. Nee. Ik koop gewoon alles zomaar. Zo. Wat ga je nou leren? Let's go uit eten. Let's go for dinner. Let's go out for dinner. Kijk hoe cutie. Al die bootjes. Lekker uit eten. Met Nicole de Jas. Leuke flesjes. Kijk, oh dat flesje. Wat jullie allemaal een ander kleurtje. Ik heb een Libanees rood wijntje. Kijk, de appelsap wat jullie drinken. Huh? Gewoon appelsap. Ja, dat zou kunnen. Dit
familie. Superleuk. Ja, kijk dan hoe dat gebracht wordt, ja. Wow. Is dat een soort pepper dan? Dat is pepper. Voor in de soep? Ja. Oh ja, dat ken ik. Dat je in het dorp staat, heb je dat ook bij die Syrische... Papa, je weet dat wij toen met 35 een keer Syrisch gingen eten één keertje? Daar hadden ze ook dat. Wauw. Dat is ook heel lekker. Appen en Baba Ghanoush. Oeh, lekker. Baba Ghanoush. Het is een zoete groente. Het is letterlijk een Syriëts noemt. Of betekent precies schattige papa. Schattige papa? Ja. Ik ga een bloemetje maken. Zo. Een bloemetje? Ja. Wauw. Lidbloem. Mohammara. Met de paprika, met walnoot, precies in olijfolie. Wauw. Een bloemetje maken. Mohammara. Tushke en Khadra, die bukkor met yoghurt en meel. Papa, ik wil een bloemetje maken. Oh, sorry. Ja. Okay. Nog kaboule. Wow. Hier. Lekker. Ja. Ja, ja, ja. Ja, sorry. We gaan nog een andere. Syrische brood. Daarnaast die shishpao. Kip op Syrische wijze gemaakt nu. Heerlijk. Wauw, bizar hè? Ja. Ah, birthday tea. Oh, het is over! Ja, ik zag al dat papa het al zag, maar ik dacht dat het niet gelukt was. Maar je hebt niet gedacht dat het hele restaurant je nee. Nee. Hallo jongens, ja, mijn beeld is nu heel erg ingezoomd. Wat vinden jullie hiervan? Ik zat naar mijn vlog te kijken en op tv en ik denk, het beeld is zo shaky. Nou, en ik ging even wat kijken en we zeggen allebei, hier kunnen we echt niet naar kijken. Ik heb vandaag niks gevlogd, ik ben heel erg moe. En dus zijn we lekker gewoon aan het chillen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze week vlog. Ik wil mijn arm echt ver houden, maar vinden jullie dit beter? En ik zou het heel leuk vinden als je reacties achterlaat. Nogmaals, de views gaan echt zwaar omlaag als er geen reacties komen. En dan heb ik niks leuks om te lezen. Dus vergeet ook niet te liken, volgende week weer te kijken. En op Insta te volgen. En goodbye! Leuke nagels, hè?